In deze video wil ik het graag met je hebben over een hardnekkig misverstand of mythe bijna in business to business. Waar gaat het over? Het gaat over het misverstand dat je website alleen maar over jou zou gaan en dat die geen handel of geen lead zou opleveren. Vorige week nog zag ik een mailwisseling tussen een account executive en zijn baas, de commercieel directeur van een bedrijf ergens in Nederland. De accountmanager had duidelijk stelling genomen dat het mogelijk zou moeten zijn om leads te genereren vanuit de website. En terecht. Als je het goed insteekt, is je website een 24/7 accountmanager die nooit ziek, zwak of misselijk is en nooit met vakantie wil. Zijn baas gaf echter aan, ja, we zullen toch actief de boer op moeten, we zullen moeten pionieren. En als er al überhaupt iemand op onze website komt, dan geeft de website voldoende informatie over onze producten en over onze diensten. Nou, ik denk dat dat juist een misvatting is. En dat op het moment dat je jouw website laat aansluiten bij de belangrijkste vragen en behoeften van jullie doelgroep, van jullie prospects en klanten, dat je wel degelijk leads, opportunities en uiteindelijk ook business uit je website kunt halen. Gemiddeld zie ik zo'n beetje een 0,5 tot 1% van de traffic op business-to-business websites converteren naar beginnende leads. Dus kortom, op elke 1000 bezoekers zo'n beetje 10 leads. Maar de best practice ligt op 2 tot 8%. Dus tel uit je winst. Wil je daar meer over weten? Dan neem ik je graag mee in de business case die voor jullie branche, voor jullie bedrijf geldt. Meld je daarvoor aan voor een van mijn aankomende online trainingen of webinars. Of registreer je en reserveer een strategie sessie met mij om 1-op-1 jullie case en jullie vragen en ambitie door te nemen. Ik zie graag je bericht tegemoet en spreek je dan.